This is My Reaction to Scum NL Season 1, Episode 3. In the last episode, Issa, Kes, and Lucas went up to a cabin for the weekend, I believe. And Issa sort of got, like, I don't want to say jealous per se, but was kind of, like, more skeptical of Kes because she saw that Olivia had texted him and they had been texting. And then in the end, Liv accepted, I believe, the Instagram friend request that Issa sent. So now they are friends on Instagram, and I'm pretty sure Issa followed her back, I believe. Yeah, let's watch. One, two. Hello? Oh, that's music. I'm like, what the fuck's that? Is that moped? Okay then. I think there's a lock for people in my bag. Misschien moet jij gewoon ook weer eens. Weer eens wat? Weer eens vriendinnen zoeken? Dat zei ik niet. Ja, maar je dacht het wel. Zo'n boos gezicht hier. Waar is die glimlach? Nee, die glimlach. Tijger. Draak. Wait, what? Tiger en draak? Begin niet met de R. Weet ik. Oh. Avocados. Oh, she sent the shit emoji? Oh, and she sent it. Hey. Hey. Bedankt voor de droom. Sorry, ik wilde iets anders sturen, maar ik klikte er per ongeluk op en toen... I know. Ik stuurde laatst ook per ongeluk een aubergine naar mijn moeder. Oh, wow. That's not good. Bonjour à tous. On va commencer. Fuck, moest het heel uit. Alors, Isa, dis-moi. Qui est le personnage principal dans cette livre? Meursault? Bon. Et qu'est-ce que Meursault a fait dans ce livre? Ze zei set livre, maar het is ze livre. Ik heb een jaar in Parijs gewoond, daarom ken ik nog niet zoveel mensen. Wat is jouw precies? Ik kan nog eens stinken. Madame, c'est drôle. Dat is toch die van jou? Nice. Goed gedaan. Dank je. Ik ben er ook best tevreden over. Ja, want je moet het eigenlijk deze week opgeven en anders dan zit je bij die theatertypes en die schelen met zijn grote trucs. Zit er nog meer mensen bij jullie? Oh ja, wij. En ik heb Iman ook meegevraagd. Wie? Iman. Hoe kennen jullie elkaar? Wij kennen elkaar van de Ramadan bijeenkomst in de moskee. Ik dacht dat moslimmeisjes niet alleen op vakantie mochten. Nee, als ik alleen maar over fantaseer word ik direct verstoten. Nou, oké. Waar? Oké. Maar alleen als zij ook komt.
Jij hebt mijn nummer, toch? Check. Dan hoor ik het wel van jou. Ja, is goed. Oké. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Doei. Had je dan niet even kunnen overleggen? Ja, ik wil 3 broodjes met salami en 2 met mozzarella. We gaan naar Tallinn. Tallinn. Wat? Het is Tallinn. Daar wat? De hoofdstad van Estland. Nou, dankjewel, Iman. Nou ja, we gaan dus naar de hoofdstad van Estland. Al wat liedjes in, waaronder natuurlijk ook jouw liedje. Ik hoef niet echt naar mijn eigen. Janna, wil jij misschien voor de praktische dingen zorgen? Marsepeinmuseum? Ja, er is dus een marsepeinmuseum. Echt superleuk. En er zijn allemaal mensen helemaal van marsepein gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Eddie Murphy en Poetin en... Oké. Okay. Hebben ze ook Kanye? Wat? Hebben ze Kanye? Waarom gaan we eigenlijk naar Tallinn? Tallinn is dus echt een superleuke stad. Het heeft een hele rijke cultuur. Ik ben dus Isa. En Isa heeft een heel erg knap vriendje. Ja, dat wilde ik natuurlijk nog zeggen. Maar wie ben jij? Cool. Iman, wil jij nu? Oh ja, nu ben ik dus. Ik ben Iman. En ik ben blij dat ik bij het losergroepje zit. Losergroep? Ja. Nou, wij zijn echt geen losers hoor. Jawel. Maar ik schaam me er tenminste niet voor. Het wordt eigenlijk ook warm, zo'n hoofddoek in de zomer. Het is in de zomer toch sowieso warm. Nou, ik vind het in ieder geval dat je heel mooi staat. Dankjewel. This is awkward. Gaat het? Oh. Ik voel me ook niet zo lekker. Wait, did I get food poisoning? Okay, okay, so apparently they got, like, sick or something. That must have been bad pizza. Okay, I'm not gonna watch them vomit, so, yeah, that's kinda gross. But, like, did they get food poisoning? What the hell happened? Like, they ordered it, right? They didn't make them themselves, they ordered it from a restaurant. Can they sue that restaurant if they got food poisoning from their pizza? I mean, maybe. I would. Because 3 people who ate pizza got sick. So. And I don't think those who ate the pizza. It's ook de eerste keer. Dat een moslim en vegetariër geluk hebben. Yeah. Hey, wat doe jij? Ga van me af. Wow. That was my reaction to Scum and L Season 1, Episode 3. So, Isa, Liv, Engel, Jana, and Iman all joined a group, or they became a group, to, I guess, go on a trip somewhere? And I think they said they were going to Tallinn. I don't know where that is. I don't know if it's, like, in a different country, or if it's, like, down the street. I don't know where exactly it is, but apparently they're going there for a school trip, or they're like planning a trip and they decided to go. So I feel like there would be more people too, because people did that my senior year of high school. They planned a trip. I think they went to Canada or something. And yeah, they all planned a trip, but there were like a bunch of people who went. I obviously didn't, but a bunch of other people did. And it was like good, like 50 people or something, and probably more. So yeah, I don't know if it's something like that maybe. Because it wasn't run by the school, though, because they mainly just went to drink and stuff. That's literally what they did. So maybe something like that along those lines that they're doing. I don't know. And then apparently the pizza gave them food poisoning or something. I don't know. What? Like, can you sue the pizza place if, like, the people that ate your pizza suddenly got sick? Like, I mean, I would. Because the 2 people that didn't eat the pizza and the 3 people that did, the 3 people got sick and threw up. The 2 people didn't. So,
Yeah, I'm just saying I would definitely see that pizza place because, yeah. So yeah, that's it.